Ja, mensen, welkom in Gent. Genk, moet ik zeggen. Genk. This is number one. Ja, mensen, welkom in Genk. Het is hier kermis van die verbaasd natuurlijk. Anders, ja, een keer anders natuurlijk. Dus daar gaan we even een rondje over lopen. We gaan natuurlijk eerst even starten met de algemene informatie. Ik zou zeggen, let's go. Ja, even voor duidelijkheid mensen, het is dus echt Genk. Dat je niet denkt, wat is Gent? Nee, daar zijn we natuurlijk al geweest dit jaar. Nee, het is echt Genk. En Genk ligt in de provincie Limburg. En dat ligt in België. Hartstikke leuk. Dus even voor duidelijkheid natuurlijk dat het dus niet in Nederland ligt, maar in België. In Limburg, België. En nou, er is 5 keer op een jaar kermis. 1 keer de carnavalskermis, de zomerkermis en ook de winterkermis. En er is nog een kermis in augustus. En nu is het de 1 mei kermis. En die is van 22 april tot 2 mei. En staat op de volgende locaties. De Dieplaan en het Jaarbeursplein. Dus ik zou zeggen mensen, ga met me mee. We gaan starten. Let's go. In Genk kan je een kindermolen hebben tegenover een andere kindermolen in dezelfde soort. Als eerste groot vermaakzaak komen wij de G-Force tegen. Een booster van Fabri, dat een kleine versie is, een versie om precies te zijn, van ongeveer 30 meter. En hij is gebouwd in 2004 en reist in België onder Janssen. En het is een mooie booster. En er zitten wat elementen op die een beetje afgekeken zijn. Ja, inspiratie opgedaan hebben ze bij Ordelman, de booster uit Nederland, de Booster Max is dat. Daar zitten een aantal kopieën. Ja, goed. De een vindt het erg, de ander niet. Ja, ik weet niet wat ik ervan vind, mensen. Dit is de shaker van Burdot Zapiri en gebouwd bij Sobema in 1999 en heeft een restyle gehad, de laatste restyle is dat, in 2008 en het is een goede shaker, al zeg ik het zelf, met ook een fantastische show en het leuke aan deze shaker is ook dat hij vlammenwerpers hebt en daar hou ik van, fire fun, ja, nou, vind ik leuk. Zie je die paal daar staan? En aan de andere kant staat er nog een kijk. Komt nu in beeld. Kijk, schitterend zo. Dat zijn gewoon palen voor de sier daar je gewoon omheen kan rijden. Is gewoon een beetje als extraatje. Ik dacht eerst, ja, misschien hebben ze wel met de constructie te maken. Dat is dus niet zo. Het is dus echt gewoon puur voor de sier en ja, om eromheen te rijden. Apart, want dat zie je niet vaak, mensen, bij autoscooters. Oh,
En als WIP staat hier de Extreme. En opvallend aan deze WIP is dat hij een dak boven de bank heeft, zeg maar. Ja, ben ik nog nooit tegengekomen op een WIP. Dus dat is interessant, mensen. Interessant. Hoe denk jij dat kermispersoneel vrouwen versieren bij een funhouse? Je drukt gewoon elke keer op een knopje bij elk vrouwtje. Zo, dat is een lekker kontje. Ik kan je vertellen, mensen, het werkt. Elk vrouwtje kan je komen. En ondertussen is het helaas gaan regenen. Ja, buien, mensen. Het is een hele middag al. En we zijn aangekomen bij de Crazy Dance. Een breakdance van Sobema die de kruis omhoog kan doen. Kijk, hey, toevallig, daar komen ze. Dan gaan ze omhoog en dan, dan zit je... Ja, dat is een andere ervaring, hè? Dat is een andere ervaring. Speciale ervaring. En deze staat echt op een schitterende plaats. Misschien wel de beste plaats van alle zaken op de kermis. Misschien, hè? Maar goed, dat is naar mijn inzicht. Ja, of tenminste in heel België, dat een familieachtbaan tegenover een familieachtbaan staat. Kijk eens, daar staat er nog één. Dit is de polyp en het is gebouwd bij Bakker en het is een spider polyp. En opvallend is dat bij deze polyp de gondels kunnen draaien. Dat is opvallend, zie je niet vaak bij een spider polyp. Kijk, zo'n machine erbij, mensen. En deze polyp is gebouwd in 1991. Nou, dan is die 15 jaar zo'n beetje. Want dat weet ik, want het is mijn eigen bouwjaar ook, mensen. Zo is dat. Dit is de katapult, ik zou zeggen, mensen. Schiet ze even de lucht in. Kijk, daar gaat hij hoor. Ja. En deze katapult is gebouwd bij Fabri. En opvallend aan deze katapult is dat deze iets hoger is dan bijvoorbeeld de Airways Bungee en de Hotshot Bungee uit Nederland. Deze is dus ietsjes hoger, echt wel een slagje hoger. Maar het is toch wel duidelijk te zien dat deze echt wel een stukje hoger is, mensen. Een van België's mooiste bedoelers is dit, de Movie Star. Schitterend, schitterende machine vind ik dit. En dit is de drugs van de kermis, het is de Ecstasy. Een flipper gebouwd bij Cederkop, geen hus, Cederkop. Maar redelijk vergelijkbaar hoor, want deze draait ook gewoon twee kanten op en heeft ook lekker de water in hoor, mensen. Dus in principe redelijk vergelijkbaar. Dit is het allernieuwste spel. Tijd voor een spelletje. Raad de attractie met veel actie. Daar gaan we. Raad de attractie met veel actie. Doe het nu. Raad de attractie met veel actie. Doe het nu. Raad de attractie met veel actie. Doe het nu. Speel maar lekker mee. Als je niet bekend bent vandaag met de kermis in Genk van dit jaar, dan is dit een hele moeilijke, maar toch de ene vraag. Welke attractie is dit? Weet jij het? En het is de Swing Up. De première kermis voor de Swing Up. Het is een soort schommel die over een rails rijdt. Ja, is het eigenlijk, het is een rails natuurlijk. En dan kunnen de gondels kunnen natuurlijk draaien. Het is eigenlijk een beetje het idee van de Swing It van Nederland, van vroeger. Van Otten was die. Maar hier staan dus de gondels naar binnen. Deze kan ook nog kantelen met het gehele systeem, zeg maar. Kijk, dat zie je nu. En dat schijnt dus extra effect te geven.
Het is echt een familiezaak. En doordat de schouderpeubels op zitten, ja, is het een beetje een vijand van zichzelf. Want de minimumlengte is 1,20 meter. Terwijl het echt een familiezaak is. Dus ja, kleine kinderen kunnen er niet in. Wat wel de doelgroep van deze attractie is. Apart, later in de eindbeoordeling komen we nog even op deze attractie terug. Maar vooral op wat er omheen staat. Kom er nog even op terug. Ik ben benieuwd of dit echt een succes gaat worden in België. Ik betwijfel het wel een klein beetje. Maar dat is persoonlijk, mensen. Het is de eerste keer dat ik hem zie. De propeller van Blum / Orderman. Blum uit Duitsland, Orderman uit Nederland. En hij staat hier in België. Nee, dat is internationaal, mensen. En het was vroeger de Inversion XXL. En ik heb al wat gezegd over de propeller, wat ik ervan vind. Dat was van de beelden. Nu heb ik hem in echt gezien. En ik moet zeggen, ik vind het een schitterend thema. Al die tierende tandjes vind ik prachtig erop. Het maakt het extra, extra, extra. Dat is natuurlijk altijd leuk, extra. En nou ja, ik vind hem mooier als de Inversion XXL. Dat is een persoonlijke mening. Dus wat mij betreft, geslaagde restyle hoor. Ja, ja. Dit is een Technical Park Street Fighter, genaamd de Coco Bongo. Is dat niet eens een leuke naam? Coco Bongo? Ja, is wel een beetje een grappige naam. Heb je zelf ook niet? Hartstikke leuk. Ik vind hem hartstikke leuk. Ziet er ook mooi uit. Mooie kleurenstelling vind ik ook dat deze Street Fighter heeft. Ja, mooi ding met ook voor een Street Fighter goede ritten. Ja, ja. Mag ook gezegd worden. Ja mensen, dat was de kermis in Genk. We gaan nu naar de eindbeoordeling. Ik zou zeggen tot de volgende review. Nou, het is een lange review geworden, maar hij is ook wel heel uitgebreid geworden natuurlijk. Ben ik heel blij mee dat hij uitgebreid is, want ik heb heel de kermis laten zien aan je mensen. Nou, we gaan eventjes de eindbeoordeling doen van deze kermis. Er stond op zich een leuke kermis. Op zich vrij weinig mis mee. Alleen opvallend was dat de grootvermaakzaken stonden allemaal bij elkaar. Bijna allemaal. Want je had de GeForce en dan had je de Shake. Dan had je weer een hele poos niks. En dan had je de Crazy Dance. En dan stond echt alles achter elkaar. De Swing Up en de Street Fighter, de Coco Bongo stonden wat mij betreft veel te kort op elkaar. Het zijn twee attracties die je toch een klein beetje kan vergelijken met elkaar. En die stonden wat mij betreft veel te kort op elkaar. Wat hadden ze wat mij betreft kunnen doen, beter kunnen doen, is de Swing Up verzetten naar de plaats in de hoek bij de GeForce ergens. En dan een paar kramen hier bij de Swing Up zetten. Dat stukje was veel te zwaar. Zie je ook wel in de review. Op het eind stond echt al het grootvermaak. Stond echt kort op elkaar. Waardoor je echt tak, 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 tak had. Zeg maar. Dat tak idee. Tak idee. Hoe kan ik dat beschrijven? Ja, het is echt te kort op elkaar. Veel meer verspreiden. Net als die twee familieachtbanen. Doodzonde. Kindermolens. Zo kort op elkaar. Twee dezelfde. Zonde. Drie babyvlugs. We zijn het gewend van België. Maar is gewoon wel aan de vele kant. Zet daar dan een grootvermaakzaak op die plaats bijvoorbeeld. Hetzelfde geldt voor de buggybanen. Waren er ook vrij veel. Kindermolens. Heb ik ook al gezegd. Zijn er ook allemaal vrij veel. Topper van deze kermis. Zonder enige twijfel. De zeer geslaagde restyle. Gerestylede propeller. Dat is hier de topzaak. De ritprijzen, 6 euro propeller, 6 euro GeForce. Catapult heb ik eerlijk gezegd niet gezien. De rest zat ongeveer op de 4 euro. Met uitzondering van de swing-up, die zat op 3,50, zo even snel gezien. Zijn gewoon normale prijzen voor België, zijn niet heel bijzonder. Ja, daar kan je van vinden wat je vindt. Dat maakt niet uit, maar is gewoon Belgische dingen. Parkeren, goed te doen, heel kort bij de kermis. En als je geluk had, ook nog gratis heen. Dat willen we toch graag, mensen. Dat willen we toch graag. Voor de rest, ja, gewoon ja, niks mis mee. Leuke kermis voor de rest. Ja, weinig volk. Dat was weer wel... dat gebeurt toch vaker helaas. Weinig volk. Dat is wel iets van de tegenwoordige tijd. Eindcijfer van deze kermis dan maar. Eindcijfer. Ik geef deze kermis een 8. Een mooie 8 geef ik deze kermis. Zeer geslaagd wat mij betreft. Ik zou zeggen tot de volgende review. Die komt er weer heel snel aan. Waarschijnlijk aankomend weekend gaat er weer nieuwe opnames gemaakt worden voor dit kanaal.
Kijk voor meer op dit kanaal. Ook onder or off rides kan je hier allemaal zien. En natuurlijk ook de compilatie. Ook zeer de moeite waard om te kijken. En voor veel meer video's natuurlijk ook van harte welkom op dit kanaal. Dus sluit je aan en abonneer. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Oh, dat ruimt. De ballen.